En wie hebben we hier dan? Ja, hij werkt hier al één uh, seizoen en uh, dat is uh, een uh, Rob Kramer. Wie is Rob Kramer? Ja, Rob Kramer is de trainer van uh, Vrouwen 1 van DVS. En uh, dit seizoen uh, begonnen met de klus. Ja, vandaag uh, lekker aan het werk geweest? Jazeker, uh, lekker gewerkt en uh, zometeen een wedstrijdje met uh, de meiden onder 23. Dus daar kijk ik ook weer naar uit. Ja, inderdaad. Hey, en is het je bevallen dit, uh, het afgelopen seizoen met dit uh, Dames 1 team? Het is mij uh, enorm uh, bevallen. We hebben allebei even moeten wennen aan elkaar. Ik aan de meiden en de meiden aan mij. Maar ik denk dat we langzaam de weg in zijn geslagen die we in willen gaan. En had dat met het verwachtingspatroon van jou te maken naar die meiden? Of wilde je te veel met die meiden? Hoe zit dat precies? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk zeker dat ik het toch wel een beetje onderschat heb. Zeker ook even naar mezelf kijkend. Maar ik denk ook dat de meiden het een beetje onderschat hebben wat er verwacht werd van hun. Uh, met mij als trainer en uh, dat, we, ja, dat we daar naar elkaar toe zijn gekomen dit seizoen, dat is wel gebleken uit de afgelopen weken, waarbij we gewoon voetbal hebben laten zien uh, zoals we willen. Jij was natuurlijk een bepaald niveau gewend, en daar hoort ook uh, arbeidsintensiviteit uh, bij. En, en daar, daar ging het in het begin een beetje mis mee, of niet? Ja, De meiden wilden het graag, ik wilde het graag. Eigenlijk wilden we allemaal te graag. En uh, dat heeft wat uh, blessures opgeleverd. Uh, van mijn kant uh, het gaspedaal even weer wat uh, afgenomen. Even iets de rem erop. Uh, bij de meiden misschien wel wat gas erbij. En uh, ja, zo zijn we tot elkaar gekomen. En uh, je belandde natuurlijk in een competitie in uh, West. En dat is toch even wat pittiger dan Oosten. Heb ik het idee of niet? Ik denk dat dat zeker een, een ding is. Uh, ik heb dat natuurlijk in het verleden ook wel meegemaakt met uh, vrouwenploegen die ik getraind heb. En als je vanuit Oost gewend bent te spelen en je moet ineens in West gaan spelen, is dat even een ander keuze. Ja, en, en wat dat betreft zie je dan toch ook een bepaalde ontwikkeling in het damesvoetbal die, die hard gaat, heb ik het idee? Ja, die hard gaat, maar uh, ook die uh, slimmer wordt, die sluwer wordt. En uh, waarbij dames ook gewoon uh, de griepige trucjes uh, onder de knie gaan krijgen. Uh, waar je mee te maken krijgt. Uh, de praatjes. En met name de Westerse ploegen, de Amsterdamse ploegen. Waar je toch even aan moet wennen. Maar ik denk dat ze dat heel goed opgepakt hebben. En dat hebben we de afgelopen weken wel laten zien. Nou had je het net over onder, over, uh, onder de 23. Is dat, uh, staat dat in verband met het uh, volgende seizoen? Uh, ja, zeker. Maar zeker ook uh, in ontwikkeling van de jonge meiden. Dat we gewoon willen dat ze. De lijn die we nu aan het neerzetten zijn met meiden onder 19, met vrouw 1, met vrouwen 2, dat ze die al begrijpen voordat ze de stap hoger op gaan maken. Want er gaat een groep die gaat stoppen, die gaat in een gezellig team spelen. Heb ik dat goed? Ja, dat heb je heel goed. En dat is aan de ene kant heel spijtig, maar, want dat zijn meiden die natuurlijk heel ervaren zijn sfeervol. Heer, zeer sfeersvol, maar goed, daar kunnen de jonge meiden ook wel wat van. Dus uh, dat, dat is geen probleem. Maar ik denk wel dat uh, de dames die nu een stapje laag gaan spelen, uh, ook wel uh, enorm hier naar uitkeken. Maar zich er ook wel een klein beetje op verkeken hebben. Maar goed, uh, we blijven ze in ieder geval behouden. En uh, ze hebben altijd geroepen van uh, trainer: als je nog een keer een speler tekort komt, dan staan we klaar. Oké, okay, hartstikke goed. En uh, jullie staan nu in de competitie? Wij staan nu zevende. Uh, zaterdag uh, moeten we een wedstrijd uh, spelen die we eigenlijk gewoon moeten winnen. En dan is het klaar, dan heb je niks, geen uh, problemen meer. Uh, ik voorzie dat ook niet. Ik verwacht ook dat we gewoon zaterdag die winst pakken. En uh, dat is, uh, dan staan wij gewoon waar we op dit moment horen. Uh, zeker met de beginfase van de competitie. Maar ik denk dat we het dan na de winststop uh, uitstekend opgepakt hebben. Oké, okay, nog uh, succes de resterende wedstrijden. En ook het volgende seizoen de voorbereiding uh, daar naartoe. Rob, uh, we weten nu wie Rob Kramer is.